Onze burgemeester was voor iedereen in de stad en voor elke organisatie. En hij bouwde bruggen in de stad. Hij kan ook deftig kijken, maar je kunt ook dol veel plezier met hem hebben. Ook onderweg was het, hadden we zelfs de grap op de fiets, want hij is ook een vervent fietser natuurlijk. Dag burgemeester, en hij riep dan keihard terug, nacht burgemeester. Een man die echt geeft om Den Haag, die met beide voeten op de grond staat en die echt samen met de mensen in de stad er iets moois van heeft willen maken en dat ook gelukt is, vind ik. Een man van het zand die als burgemeester is ook ontzettend veel van het veen is gaan houden, denk ik. Heel informeel, dus dat zie ik hem doen, maar ik ben ook wel op werkbezoeken geweest vanuit mijn werk hier als premier. En waar hij dan ook bij betrokken was, op allerlei plekken, ook op plekken waar het moeilijk is in Den Haag. En dan zie je gewoon dat hij zeer intens is, geïnteresseerd is, snapt wat er speelt. En in die zin ook in geslaagd is om die verschillende kanten van Den Haag, die noord- en zuidkant van de Laan van Meerdervoort, of is het oost- en west, sorry, die oost- en westkant van de Laan van Meerdervoort zal het zijn, om die te verbinden. Hij was een scharnier in de stad. Tussen? Tussen alle bewoners. En alle organisaties. Helaas is daar wel wat tijd overheen gegaan en wat rellen overheen gegaan. Maar de inzet die hij toen getoond heeft, nou ja, dat zijn de mensen in de Schilderswijk nog steeds niet vergeten. En het is ook een, maak je ook niet overal mee in de politiek, ook een fatsoenlijke man. En iemand die heel goed te vertrouwen is. Dat is iemand bij wie je een ton goud achterlaat en over 10 jaar het weer kunt komen halen.